Hallo, mijn naam is Nick Groot. Vandaag laat ik jullie zien hoe je de beelden van de camera in de Robin SmartView deurintercom kan weergeven op het display van de GigaZ Pro IP-toestellen. Ik ben support engineer bij Rico Calls en houd me dagelijks bezig met de installatie en support op voice-over IP apparatuur en software. Zo ook de Robin deurintercom die ik vandaag demonstreer en laat communiceren met de GigaZ Pro telefoonsysteem. In deze instructiefilm neem ik jullie graag mee door de instellingen van de GigaZ T300 Pro waarop de GigaZ DE700 en DE900 IP telefoontoestellen zijn aangemeld. En natuurlijk de Robin SmartView deurintercom met wide angle lens. Daarna testen we de werking van de intercom oproep op audio en video. Dit is de opstelling. De GigaZ T300 IP telefooncentrale, de GigaZ DE700 IP Pro en DE900 IP Pro toestellen. Daarnaast de deurintercom van Robin met de SmartView wide angle lens met 1 piezo touchpad. Deze apparatuur heb ik aangesloten op een PoE switch voor de stroomvoorziening van de toestellen en de intercom. En via mijn laptop kan ik de webinterfaces van alle genoemde apparatuur benaderen om de instellingen te bekijken of te wijzigen. We gaan beginnen met het instellen van de gegevens in de GigaZ T300 Pro IP telefooncentrale. De basisgegevens, zoals de netwerkinstellingen van de T300, behandelen we vandaag niet, maar wel de relevante gegevens ter behoeve van de installatie voor de deurintercom. Tijdens het configureren van de extensies voor de DE700 en de DE900 stellen we de URL in waarop de toestellen de beelden van de intercom op kunnen halen. Voor het beste resultaat hiervoor geven we ook de resolutie mee van het display van de GigaZ Pro IP toestellen, zoals dat dit keurig wordt weergegeven op het scherm. Hierbij het overzicht van de instellingen in de GigaZ Pro T300 telefooncentrale. Wat we hier moeten instellen zijn de videobeelden die meegegeven worden naar de IP toestellen. Dit doen we door de extensie voor de Robin, in ons geval 204, aan te passen. We klikken op het potloodje voor bewerken. Onderin zien we de optie deurintercom. Deze activeren we. Vervolgens moet de URL ingevuld worden. Deze bestaat uit username admin en het standaardwachtwoord 123QE, gevolgd door het IP-adres 10.0.0.104 in ons geval. En, zoals eerder genoemd, de juiste resolutie voor de GigaZ Pro toestellen. Daarnaast kunnen we ook de DTMF-code hekje-hekje meegeven voor het eventueel bedienen van de deur. Na het instellen van deze gegevens klikken we op opslaan en kunnen we verder gaan met het instellen van de Robin intercom. Na het doorlopen van de instellingen op de GigaZ Pro T300 telefooncentrale kunnen we de Robin intercom in gaan stellen. Hiervoor gaan we naar het IP-adres van de intercom. Na het invoeren van een standaard gebruikersnaam en wachtwoord komen we terecht op de telefonie instellingen pagina. Hier vullen we bij onder SIP Proxy Register vullen we het IP-adres van de telefooncentrale in. In ons geval 10.0.0.103. Vervolgens vullen we de username en het paswoord in waarmee de intercom zich aan kan melden bij de telefooncentrale. We hebben bij de telefooncentrale extensie 204 aangemaakt voor de intercom. We zetten het wachtwoord in. Daarna geven we aan dat de intercom zich moet registreren bij de telefooncentrale. Om dit op te slaan klikken we op Apply Settings, waarna je bij Registration Status kan zien of de intercom zich succesvol heeft aangemeld bij de telefooncentrale. Binnen enkele seconden zal je hiervan een status update te zien krijgen. Je ziet nu dat de intercom zich succesvol heeft aangemeld bij de telefooncentrale. Uiteraard moet de intercom een nummer bellen wanneer er op de knop wordt gedrukt om aan te bellen. Dit doen we onder het tabblad phoneboek. We voegen hier een phoneboek entry toe. Als description voer ik in GigaZ. Het te bellen nummer voor de intercom is in ons geval 222. Ook hier klikken we weer op Apply Settings om het op te slaan.
Onder call settings stellen we in dat de eerste beloptie voor de intercom de gigaset is. Ook dit slaan we weer op onder het kopje apply settings. Nu is het moment aangebroken dat we de werking van de toestellen gaan testen. Dit kunnen we doen op twee manieren. De eerste remote via de webinterface van de intercom. Dan komt de tweede methode, natuurlijk de praktijksituatie, door te drukken op het touchpad van de Robin intercom. Zoals gemeld zijn er twee manieren om de intercom te testen. Dit kunnen we natuurlijk doen door de piezo touchpad knop in te drukken. Maar dit kunnen we ook doen vanuit de webbrowser onder het tabblad Control. We kunnen hier een call simuleren door op de button Call te drukken. En dan zal dan de intercom een oproep nabootsen zoals dit normaal gesproken zal gaan via de piezo touchpad. Er wordt nu een uitgaande call gemaakt naar het nummer 222. Hier zien we dat de intercom beelden vooraf al te zien zijn op de Gigaset Pro toestellen. Na het opnemen zal het beeld het hele toestelbeeld beslaan. Hallo. Hallo. Dit is een test. Bedankt en tot ziens. Na het ophangen zie je ook dat de status van de call verandert in call disconnected en vervolgens weer in idle, klaar voor de volgende oproep. Ook kunnen we de call nabootsen door de piezo touchpad op de Robin intercom zelf te toetsen. Goedendag, dit is een test. Einde test. Goedendag. Dit is een test. We gaan nu de deur openen. Tot zover deze demonstratie. Zoals jullie kunnen hebben zien, werkt de Robin SmartView erg goed in combinatie met de Gigaset Pro IP-toestellen. Bedankt voor het kijken en veel succes met de implementatie.